Op de tweede dag van het Europees kampioenschap baseball in Borgerhout won Essex Arrows uit Engeland, hier in het oranje, met 5-2 tegen Espoo Expos uit Finland. Eerder op de dag verloor het team van Stockholm uit Zweden de match tegen Split Nada uit Kroatië met 0-7. Vanavond spelen de Borgerhout Squirrels om 6 uur tegen het Engelse Essex Arrows. Deze match is zeker en vast een aanrader en de toegang is gratis.